Goedendag kijkertjes van het Bankzitterskanaal. Goedenavond. Daar zijn we weer. Vier favoriete bankzitters zitten hier op de bank. Ja, dit is quarantaine, maar wij mogen wel bij elkaar zitten omdat we toch al konjak bonken. Oh. Gaffer, wat gaan we doen? We gaan verstoppertje doen. We gaan verstoppertje doen. Hey, maar we hebben ook een nieuwe campagne. We hebben namelijk een samenwerking met Hustle Castle is eigenlijk een fantasy game waarbij je je eigen kasteel hebt en die moet je dan upgraden. Beter maken door bijvoorbeeld de muurrols te verven. Oh, leuk! Kijk, hier, heb je een hele dikke tovenaar? Nee, dat is Rob! Koen DMP. Ik heb ook iemand die het geld beheert. Die is heel rijk. Maar voor de rest moet je de wereld eigenlijk veroveren door je leger in te zetten om elke keer nieuwe levels vrij te spelen. Het voordeel is dat mensen, als ze de app via ons downloaden, ook gemakkelijk gratis shit krijgen. Maar ook het gevecht aan het verliezen voor. Gaat niet goed dit, hè? Nee, ik had toch eventjes meer voorbereiding moeten doen. Dit is arrogantie, top. En keihard verloren. Hij pakt ook helemaal niks van. Nou, mijn team is dood, want het ging eventjes niet zo goed. Zoals jullie weten ben ik een ervaren routinier. Nee, ik ben al level 19 en jullie kunnen ook een heel makkelijk begin krijgen. Als jullie via onze link downloaden, je bijnaam toevoegt en lekker eventjes onze clan joint, want dat kan je ook doen. Bank zit. Oh, echt? Ja, bank zit. Oh. Ik heb hem aangemaakt. Dan krijg je 250 diamonds en 3.500 zo, gold. Zo! Cash in de klauwen! Mensen, download die app nou, we verdienen geen dieves! Hey, jullie gaan het even stoppen. In het donker. Het is koulo donker en ik ben fucking koud. Bang. Nou, het is overal ongeveer even donker als elke avond. Maar speciaal daarvoor mag ik jullie wel afschieten. Jullie mogen binnen en buiten verstoppen. Jullie krijgen 3 minuten. Ik ga nu in. Oh, ik zie geen tyfus. Mensen, we gaan. Ik zie echt geen tyfus. Ik ga in die hoek. Oké, hier heb je van alles. Hier zijn die pallets. Maat, waar ga je heen? Ik wil mijn jas halen en ga buiten zitten bij die stijger. Ik ga in de Rob's auto zitten. Ik wil, terwijl dat ik hier mijn ogen dicht heb, jullie wel vragen. Doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Ik kan vanaf nu al gewoon weer kijken, want ik zie werkelijk helemaal niks. Kijk mensen, ik heb hier Rob's sleutel. Ik ga nu zijn auto overdoen. Oh, is hij een wasman, dacht ik. Ik heb mijn jas snel gehaald. Hij dacht waarschijnlijk omdat ik geen jas had dat ik binnen ging zitten. Ik denk wel dat ik Koen als eerste vind. Mensen, ik lig net met de Rob's auto. Ik heb hier gewoon zuurstof, maar ik vraag me af in hoeveel tijd ik geen zuurstof meer heb, dat ik dood ga. Ik zit hier. Ik heb geen idee waar ik zit nu. Ik zit hier gewoon langs de weg, weet je wel. Kut, ik hoor hem. Ik hoor hem al, gast. What the fuck? Oké, boys, ik zit hier in het hoekie. Ik ga gewoon het licht snel uitzetten, anders ziet hij me misschien. Ik weet niet hoe lang die 3 minuten voorbij zijn. Tot snel. 3, 2, 1. Mijn uurtje gaat nu in. En ik ga gewoon beginnen in de tuin. Ik zit hier buiten de tuin. Rob kan me niet vinden, tenzij hij het hoekje omloopt. Tegen een goede spot. Ik ga dat ding alvast loden. Kut, hij heeft me al gevonden. Hij weet dat er iemand in de tuin zit. Kijk, een nadeel is dat zij mij natuurlijk altijd zien aankomen. Want wij hebben de lamp van de cameraman. Ik weet niet, hoort niet meer bij de tuin. Als je bosje hierachter zit, help me. Oh, die bosjes maken ook geluid, jongen. Joehoe! Ik is langs gelopen. En hij zei, als je hierachter zit, dan ben je een lul. Dat mag helemaal niet. Ik zit er dus wel achter. Ik wacht tot hij naar binnen is en dan ga ik hier gewoon weg, man. Oh mijn god. Hij staat 3 meter naast mij. Volgens mij is hij weg. Hij heeft het opgegeven. Holy shit, anders was ik binnen 30 seconden gepakt. Dat had kut geweest, zeg. Oké, boys. Lekker. Dit schuurtje is ook een ding. Kom. Hier staat een trap. De deur is open. Dat is ook een afleidingsmanoeuvre. Rob kwam hier langs lopen. Volgens mij stond hij echt 2 meter naast me. Niet gezien, want hij kon niet het hoekje omkijken. Fucking chill. En hij zag net ook een trap die had daar neergezet als afleidingsmanoeuvre. Hey, fuck. We hebben hier een EA-shirtje. Nou, laten we die eens even uitpakken. Kleine unboxing. Hebben jullie ook wat leuks? Dan moet ik natuurlijk de kofferbak eens checken. Kijk eens aan. Ik had het wel. Nee! Ik zei dat ik Koen als eerste vinden! Ja! Ik zei het, hè! Ik zei Koen als eerste vinden! Nee. Wat een loser! Hoe kon ik dit niet intrappen? Oh, nee! Deze zit. Ik ren nu weg! Ik ren nu achter in de tuin! Oké, ik ben nu naar de achterkant van de tuin gerend. Omdat ik hoorde dat iemand gevonden werd. En dan zit ik die mensen niet meer op de illegale plek. Ik ga snel het licht uit doen. Oh, wat kut! Dit was snel! Ah, dit was ook slecht! Oh. Hoi! We zijn verstoppertje aan het doen. Ja, ik woon hier. Je moet wat, hè? Dank je. Als je iemand gevonden hebt, dan mag je iemand appen en die mag dan schreeuwen. Ik zou het wel schreeuwen.
Kom. Die honden zijn al blauw. Hé, hij zit erachter. Ik zie hem. Pakka, nippo. Hoppa. Geraakt. Ja, denk het wel. Nee, dat zeker niet. En die zie ik wel. Hé, hey, motherfucker. Nee. Ja, dit tellen we. Zeker raak. Die was raak. Oh mijn god, ze waren hier echt een meter afstand vandaan. Toen moest Roel schreeuwen en daarin is ik keihard weg. Ik ben zo gesaved. What the fuck, ouwe, holy shit. Ik vind het ook wel heel raar dat jij om 10:15 s'avonds uit de bosjes komt. Ik was sperma nog mijn woord. Die gewoon van de honden aan het uitlaat met twee van die dobermans, van die grote honden. Ja, klinkt gek, maar ben verstoppertje, doe naar mijn eigen huis. Ja, je moet wat, hè? Godverdomme. Ik val hier op mijn bed door een afstapje. Holy shit. Ik zit nu trouwens bij de voordeur. Wat een kut tactiek heb ik weer. Oké, ik ga de voordeur het huis in. Ik denk dat dat kan. Camilo bellen voor dat hij moet schreeuwen. Maar het kutte is, ik heb nog steeds hier ook daar net iemand horen rennen. Ja, dat had ik ook. Ja, toch? En ik dacht dat Raoul was. Ik was binnen 3 minuten. Ik heb ook geen idee dat ik daar iemand hoorde rennen. Ik dacht namelijk dat jij het was. Ik zit nu op de kraan van Rob. En als hij dit nog niet gecheckt heeft, gaat hij nog wel komen. Als hij dit net wel gecheckt heeft, dan komt hij denk ik niet zo snel meer. Dan zit ik hier wel safe. Yo, Milo. Yo. Jij moet schreeuwen, want ik heb Raoul gevonden. Oké. Dat is woorden kloten. We zitten in de buurt. Ah! Ja, hij zit eraf. Je moet ook lachen nu. Dat is woorden kloten. Boys, is er iemand? Ik ben Matty en ik ben op Koenskamer. Wat een dievenzooi is die, zeg. Hier kun je ook nergens verstoppen. Je bent hier echt gedoemd. Ik had in die kuttuin moeten blijven. Het is eng, jongen. Maar hier hoorde ik hem net ook. Hij zit achter deze stenen, toch? Joehoe. Ik vond het ook best wel of het kwam van rechts voor of links achter. Roel heeft mijn teringers gezeefd. Oh, ik wou schieten, broer. Je moet oppassen. Ik heb die gun, hoor. Het is geslepen. Joehoe! Oké, Roel's kamer is wel clean en nice. Maar ja, ik heb hier niks te zoeken, jongen. Kut. Ik hoor hem. Licht uit. Hé, hey, maar dit kan niet, ouwe. Hij was hier. Jullie hebben hem ook gezien, jullie twee. Dat is het kutte. Zeker. Ik ga echt niet in die bossen kruipen. Heb ik geen zin in. Wat is nou voor zoeken? Is er geen zin? Lekker. Ze gaan weg. Lekker. Hij zit daar gewoon. Hij zit daar niet. Ik heb hem daar net gezien. Waar? Achter die stenen? Ja. Je moet je bek houden, dan ben ik achter gegaan. Nou, oké, dan niet. Roel is zo'n eikel. Hoeveel verder we? Ik sta hier heel erg voor lul. Ja, maar toen ik erin ging, was hij er niet. Nou, toen jij er echt net die schuur opliep, toen zat hij er nog. Ik hoor jullie praten, klopt. Ja, maar dat snap ik dus niet. Ik ben hier achter. Je achter geweest, dat was hij toch niet? Wat gek, joh. Je zit me op te naaien, ik zit hier wat tijd over te doen. Oh. Ja! Hij zit daar gewoon. Kramp, jongen! Oh mijn god! Oh, mijn poot! Die verstering! Mijn poot! Milo! Oké, volgens mij is iedereen gevonden. Ben ik als laatste over. Ik weet niet zeker. Volgens mij wel. Voor mij hoorde ik Roel, Milo en Koen al gevonden zijn. Rob sowieso. Die was aan het zoeken. Dus we hebben nu gewonnen. Jammer dat je uiteindelijk dan toch NSB'er wordt. Ja, weet ik. Maar heel jammer. Maar nu mag ik Matty om tip vragen. Maar ik denk dat Matty binnen zit of aan de andere kant. Niet hier. Want jullie zitten alle drie hier. Yo. Yo. Je moet schreeuwen, want ik heb Milo gevonden. Oh. Waar zou hij nou zijn? Ik schreeuw uit dat raam waar ik ze vandaan zie. En ik ben naar beneden gerend. Ze gaan nu samen zweren om Matty te helpen. Misschien loopt hij weg. We moeten hem horen. Dat is ook zo'n type soort. Kijk, dit is het raam waar we net stonden buiten. Ik zit in mijn eigen badkamer trouwens. Goeie tering zo. De kasten van FC Roelie zit hier ook niet in. We hebben nog maar 2 plekken op de bovenverdieping. Het was net in de badkamer. Anders is hij niet meer boven. Of hij heeft me heel erg misleid. Hij zit hier niet. Ah, kijk, hij is weg van de bovenverdieping. Wat is niet boven? Hij is via de voordeur weggegaan, die stond open. Oké, tijd om het huis uit te gaan. Ik doe niet. Een schuifdeur open. Ik ga dat zwembad zitten. Hè. Maar hij kan nu ook nu gewoon in zijn eigen kamer of in de bijkeuken achtergehoeken zitten. Ja. Zeg maar, het huis is best wel een moeie bueno groot. Nee. Matt heeft mij exact verteld waar hij ging zitten. En ik ben het legit vergeten. Oké, boys, ik weet niet of jullie mij zien. Als Rob nu langsloopt, weet hij zeker dat ik hier zit met dat lichtje. Ik zit weer achter het zwembadgebouwtje. En ik denk dat ze zeker weten dat ik binnen zit. Maar ik ga snel mijn lichtje uitdoen. Op. Ik zie ze aankomen. Kut. Ze komen eraan. Ja, hoeren! Dat zag wel, hè? Hoe dan? Is hij mis? Nee, ik kwam geen kogel uit, dat doe ik niet. Wat een lul.
Haha, geprankt! Ja, hij kan niet rennen! Ik kan toch niet rennen! Eén deur. Haha, man! Ik zag je naar binnen gaan! Je hebt iedereen gevonden, Rob. Ik zou even springen als ik aan was. En download even Russell Castle via de link in de beschrijving. Want dan krijg je 250 diamonds en 3.500 gold. En join onze clan. Hey, en we willen ook jullie vragen om even te abonneren. Want de subs gaan de laatste tijd lekker, maar het kan altijd beter. Dus abonneer, anders krijg je... Geen 250 diamonds of 3.500 gold via de link in de beschrijving. Duim omhoog. Download Russell Castle nu.